Ik wil vandaag deze baas verslaan met armpje drukken. Alleen hij is veel te sterk. Dus ik moet keihard trainen om de sterkste in Fortnite te worden. Oké, en wat moet ik doen om sterker te worden? Ik heb op dit moment bijna 3000 sterkheid. En met die 3000 sterkheid kan ik dus armpje drukken tegen al deze mensen. En dit is de boss, de final boss. Die moet ik verslaan. En ik heb al 3000 spierballen. Dus ga eens even kijken, kan ik jou al verslaan? Dit moet echt een eitje worden, want je hebt een heel lelijk blauw haar. En... Oké, ik heb echt keihard verloren. You lose. Ik wil niet verliezen. Dingen die je kan doen om sterker te worden is dus ook huisdiertjes kopen. Daarmee krijg ik namelijk plus 10% sterkheid eigenlijk net in Roblox. En ik heb al één diertje en dat is dit diertje. Jij bent mijn poes en door jou word ik sterker. Geen idee hoe ik door jou sterker kan worden, maar ik vind het wel leuk. Oké, je kan op verschillende manieren sterker worden. Je kan op deze bal slaan. Dan krijg ik wat sterkheid erbij, maar dat is saai. Ik wil namelijk, kijk, ik wil dit doen en dan kan je squatten. Op deze manier krijg ik dus 70 sterkheid per seconde erbij. Maar je kan ook hier, kijk, hier heb je een dumbbell. Dan kan je zo... Dan krijg ik 56 per seconde erbij. En wat ik verder allemaal kan doen, ik heb echt geen flauw idee. Wat kan je hiermee? Kan ik deze gebruiken? Hiermee krijg ik ook 56 per seconde erbij. En wat is dit? Kan ik dit gebruiken? Nou, waarom kan ik dit... wow, hoe kan jij dit gebruiken? En waarom kan ik dit niet gebruiken? Oké, dat vind ik wel een beetje raar. En waarom ben jij aan het slaan? Kan ik daar ook op slaan? Oh, ik kan hier ook gewoon op slaan. Dan krijg ik 28 per keer slaan erbij. Ik kan ook op de gouden slaan. Dan krijg ik 56 per keer erbij. Oké, dit is leuk. Ik heb nu in totaal bijna 5000 sterkheid. En ik ga even kijken of ik de tweede persoon al kan verslaan. En trouwens, hoeveel muntjes moet ik hebben? Oh, ik moet 5000 munten hebben om deze te kunnen krijgen. Alleen, ik weet niet of jullie dat zien. Alleen, er staat iets voor het aantal munten dat ik heb. Dus hoeveel munten ik heb, ik heb echt geen flauw idee. Maar ik denk dus dat je munten kan verslaan door deze mensen hier te verslaan. Dus dat ga ik gewoon even doen. Ik ga tegen de lerares, ga ik gewoon even armpje drukken en ga ik dit winnen. Dit heb ik makkelijk gewonnen. En ik heb 5000 munten erbij gekregen. Dat betekent dat ik level 2 poes kan krijgen. En level 2 poes, hoe zie jij eruit? Oh, ben jij level 2 poes? Of, jij bent level 2 poes. Oké, hey, niet zitten. Hè? Je moet even met me meekomen lopen, want we moeten namelijk zo sterk mogelijk zien te worden. En nu gaat dat dus 15% sneller. Oké, eens eventjes kijken hoeveel punten ik dan erbij krijg als ik, weet je wat, we gaan gewoon squatten. Even die beentjes trainen. Oh, ik krijg gewoon bijna 100 sterkheid per seconde erbij. Alleen vind ik benen trainen niet heel erg leuk om te doen. Ik ga eens even kijken hoeveel sterkheid ik ongeveer nodig heb om jou te verslaan. Meneer Dublinhoofd. Haha, je hebt echt geen spierballen. En jij bent een oma, jou kan ik echt makkelijk verslaan. En jou ga ik verslaan. Geloof me, deze video ga jij de keihard aan. Oké, eerst gaan we deze meneer even verslaan. Ik moet hiervoor dus heel hard op mijn controller klikken. En oh nee. Hierboven zie je precies of ik aan het winnen ben of aan het verliezen ben. En ik ben echt keihard aan het verliezen. Ik ben heel hard aan het klikken. Alleen, ik heb verloren. Oké, ik moet echt een stuk sneller worden. Of sneller worden. Ik moet sterker worden natuurlijk. Eens even kijken. Ik denk dus dat dit misschien wel de makkelijkste manier is om zo snel mogelijk punten te krijgen. In totaal moet ik dus 50.000 spierballen krijgen. En dan kan ik weer een eitje openen. En die wil ik eigenlijk wel heel graag hebben. Ik denk dus dat ik in totaal 450.000 munten moet hebben. Dan kan ik deze openen. En hopelijk kan ik dan ooit een keer de final boss verslaan. Oh, jij bent zo lelijk. Kan ik jou niet gewoon slaan bij mijn pickaxe? Oké, dat gaat niet. Weet je wat? We gaan wel weer even... We gaan even de armen trainen. Want ik heb hele dunne armpjes. 80 per seconde erbij. Kan ik niet 100 per seconde erbij krijgen? Krijg ik dat niet net met squatten? Oh ja, kijk, met squatten krijg ik 98 per seconde. Alleen dat gaat dus een stukje slomer. Hiermee kreeg ik hoeveel ook weer per seconde? Oh, echt maar 79. Nou, dit gaan we niet meer doen. Ik denk dat ik gewoon even op deze moet slaan. Dat dit gewoon het allersnelste gaat. En dan heb ik bijna 10.000 spierballen, zoals je onder kan zien. En met 10.000 spierballen kan ik naar deze bokszak. Oh, nu krijg ik 158 per keer slaan erop. En deze... Oh, dan moet ik 25.000 spierballen hebben. Voordat ik 25.000 spierballen heb, ben ik denk ik echt een uur verder als ik hier alleen maar op moet gaan slaan. Dus ik denk dat ik nog een pet nodig heb. En volgens mij kan ik niet twee keer dezelfde pets kopen. Dat is wel jammer. Als ik namelijk hier op interact klik, staat er dat ik wel heb. Waarom kan ik niet meerdere pushes? Ik wil meerdere pushes, net als in Roblox. Dat is veel handiger. Oké, ik ga kijken. Ik ben een stuk sneller, meneer Dublinhoofd. Ik ga kijken of ik jou nu wel kan verslaan. Ik heb namelijk
heel veel muntjes nodig. En oh, ik ben sterker. Ik ben sterker. Ik ben sterker. Kom op. Oké, dit was echt heel erg makkelijk. Oh, en ik heb 25.000 munten erbij gekregen. Dus als ik jou nog een keer versla, kan ik een nieuw eitje kopen. En dan kan je wel leuk je spierballen laten zien. Maar zo sterk ben je niet hoor. Want ik win namelijk echt heel erg makkelijk van je. Kijk eens aan, gewonnen. En nu heb ik 50.000 muntjes. En ga ik de Poes level 3 kopen. En dan krijg ik 20% meer spierballen erbij. Oké, dit gaan we even testen. Maar hoe ziet mijn nieuwe huisdier eruit? Ik heb een blauwe kat. Ik heb nog nooit in mijn hele leven een blauwe... Hij is paars. Hij is helemaal niet blauw. Maar ik heb nog nooit in mijn leven een paarse kat gezien. Hallo huisdiertjes. Kom maar met me mee. We moeten spierballen kweken. Hoeveel krijg ik nu per seconde als ik ga squatten? Nu krijg ik 128 per keer. En met de dumbbell krijg ik nu 102 per keer. Oh, maar dit is wel slim. Want deze kan ik voor mijn gevoel echt heel vaak doen. En in hoeveel sterkheid heb ik in totaal nodig? Ik denk dat ik 25.000 sterkheid moet verzamelen. Want dan kan ik namelijk op deze boksbal slaan. Dus ik ga gewoon blijven slaan. Ik krijg 200 per seconden erbij, totdat ik 25.000 spierballen heb. Dan ga ik op de volgende boksbal slaan en dan... Oh, misschien kan ik dan gewoon al de bos verslaan. Dat zou echt heel leuk zijn. En we zitten op 25.000 spierballen. En dat betekent dat ik hierop kan slaan en dan krijg ik... Hallo meneer, staat ervoor. Oh, dan krijg ik 300 spierballen per seconde erbij. En dan heb ik alweer 30.000. En met 30.000 kan ik toch wel deze oma verslaan. Dat kan toch niet anders? Oma, sorry, maar ik ga jou verslaan hoor. Jij bent echt veel te slecht. Ik weet 100% zeker dat ik dit ga... Oh, nee. Oké. Deze oma is een stukje sterker dan ik had verwacht. Irritante oma. Hoe sterk ben jij dan? Want als jij sterker bent dan deze oma. Het is weer tijd om naar de boksbal te gaan. Misschien moet ik maar in totaal gewoon 50.000 spieren verzamelen. Want dan kan ik namelijk op deze gele bananenboksbal slaan. Ik denk dat dat veel slimmer is om te doen. Oh, ik ben zo moe. Ik heb helemaal geen zin meer om op de boksbal te slaan. Ik ga even wat anders doen hoor. Ik wil ook hier squatten. Waarom mag je daar squatten? En moet ik hier squatten? Vind ik helemaal niet leuk. 128 per seconde erbij. En dit gaat zoveel slomer dan die bokszak. Die bokszak is echt veel sneller. Weet je wat? Dit duurt me veel te lang. Ik ga wel weer even zo dit trainen. Zo, even mijn spierballen kweken. Dankjewel. En nu heb ik 50.000 sterkheid. En dan kan ik op deze zak slaan. En dan krijg ik hoeveel per seconde erbij? Oh, 411 per keer slaan krijg ik er nu bij. En met 50.000 sterkheid, hè? Kan ik nu deze oude oma verslaan? We gaan het proberen. Let's go. Oma, ik ga jou vers... Oh nee. De oma is nog steeds heel sterk. Maar ik ben misschien wel sterker. Als ik heel hard op mijn controller klik, dan ben ik sterker dan deze oma. Oh, 58%, 60%, 61%, 3%. Oh, ik ben moe. Ik ben moe. Het gaat me niet lukken. Oma, wacht maar, ja. Ik ga nog heel even mijn spierballen trainen en dan ga ik jou verslaan. Komt helemaal goed. Het was te doen om te winnen, alleen dan moest ik zoveel klikken. Dat deed gewoon pijn aan mijn vingers. Dus ik denk, als ik dit krijg, na ongeveer 60.000, ben ik weer een stukje sneller en dan kan ik die oma verslaan. Dan kan ik dus een nieuw diertje kopen misschien, uit een van die eieren. En dan kan ik door naar het volgende level, want ik wil jou verslaan. Oma, kom eens hier. Oké, we gaan het proberen. Oma. Oh, de oma die wordt echt keihard verslagen. Zie je wel? Ik moest gewoon nog even ietsjes langer trainen. En 50.000 munten heb ik erbij gekregen. Dat betekent 450. Krijg ik 50.000 munten erbij. Oh. Oh, dan moet ik deze oma echt 9 keer verslaan of zo. Dat duurt wel heel erg lang. Maar dat gaat niet heel erg lang duren als ik de oma binnen 1 seconde kan verslaan. Alleen dan moet ik wel echt weer een stukje sterker zijn. Dus ik denk dat ik gewoon even op deze boksbal geslaan, totdat ik 100.000 sterkte heb. En hopelijk kan ik dan die oma zo snel verslaan, dat het maar 1 seconde duurt. Open ik het grootste ei, ben ik de sterkste speler van heel Fortnite en dan ga ik de baas verslaan. Oké, 100.000 sterkheid. Omaatje, sorry dat ik het zeg, maar je gaat er keihard aan. Hoe snel kan ik dit nu doen? Oh, kijk eens aan. De oma versla ik nu echt heel erg makkelijk. Oma, nu bent u niet meer zo sterk, hè? You win. Oké, we gaan nog een keer. Hallo, ik wil... Waarom pak je mijn plek af? Ik wil met de oma armpje drukken. Oh, dit vind ik niet leuk. Waarom zit jij in de weg? Weet je wat? Dan ga ik wel meteen met de baas armpje drukken. Misschien dat ik wel nu van de baas kan winnen.
Oh, ik kan al bijna van de baas winnen. Alleen ik ben moe. Oh, oké, het gaat gebeuren. Het gaat me lukken. Ik weet het 100% zeker. Alleen eerst wil ik het laatste eitje unlocken. Dit is de laatste keer dat ik de oma hoef te verslaan. Oké. Ik heb, als dat goed is, genoeg muntjes voor het allerlaatste ei. Namelijk de kat level 4. En ik heb zo'n idee dat ik een blauwe kat ga krijgen. Aangezien het ei blauw is. Wat ga ik eruit krijgen? Een regenboogkat. Oké, dit had ik niet verwacht. En hoeveel sterkheid per seconde krijg ik er nu bij? Oh, 400 per seconde. Ik had misschien wel een klein beetje meer verwacht dan 400 per seconde. Ik heb namelijk wel 10 keer moeten armpje drukken met die oma. Oh, en hoeveel krijg ik hiervan erbij? Meer dan 400? Oh, 132 maar. Oké, dat gaan we niet meer doen. We gaan lekker op de boksbal slaan. Dat gaat namelijk een stukje sneller. En ik denk, als ik ongeveer 150.000 spierballen heb, dat het mij dan wel lukt om de baas te verslaan. Dus, pushers, ik zie jullie daar lekker zitten. Geen idee wat ik aan jullie heb. Jullie zijn mijn motivatie, oké? Oh, ik moet jullie redden van die meneer. Dat is wat ik moet doen. Oké, komt helemaal goed. Eén ding weet ik wel. De 150.000 sterkheid is binnen. Eigenlijk wil ik de baas gewoon zo dik verslaan. Ik ga gewoon door totdat ik 200.000 sterkheid heb. En dan win ik het echt makkelijk, denk ik. Of nee, trouwens, 160.000 is ook wel genoeg. Ik heb helemaal geen zin meer. Ik ben helemaal moe van dat sporten. Oké, baas, ik ga jou verslaan. Oké, ga ik dit potje winnen? Oh, dit, ik vind het echt heel erg makkelijk. Nu ben je opeens niet meer zo sterk, hè, baas? Haha, you win. Dit was de video. Klik even op een van deze andere twee video's. Want dan wil je zeker niet missen. En ze gaan weg in 3, 2, 1.